werken in de natuur, bivakeren rondom een kampvuurtje en primitief douchen. Voor veel mensen is dat de ultieme vorm van vakantie vieren. En dat kan allemaal tijdens de ANWB Vrij Buitenvakantie, die dit jaar voor de 15e keer wordt georganiseerd in Nederweert. Op het kampterrein van dagcamping De Houtsberg wordt even gepauzeerd. Onder het genot van een kopje koffie delen deelnemers hun ervaringen en bespreken zij wat er nog allemaal moet gebeuren. De kampdeelnemers komen uit het hele land en hebben hun tenten opgeslagen op De Houtsberg voor een 14-daagse vrij buitenvakantie. Hele gezinnen bivakeren hier en zelfs een deelnemster van 15 jaar geleden. Het zijn stuk voor stuk natuurliefhebbers en ze werken aan kleine natuurprojecten in de omgeving van Nederweert-Eind. En dit jaar is er voor het eerst een jonkieskamp. De organisatie hoopt daarmee ook jongeren warm te krijgen voor deze manier van vakantie vieren. Onder begeleiding van mensen van de stichting Limburgs Landschap gaan de deelnemers aan de slag. Takken worden gesnoeid en bomen geveld. De nadruk ligt dit jaar op het vrijstellen van het bijzonder garelstruweel op het Sachsven. Deze zeldzame plant groeit diep verscholen en werd vroeger gebruikt om het linnengoed vrij te houden van luizen en als bestanddeel van bier. Na gedane arbeid moet er natuurlijk gedoucht worden. De douche is een zelfgemaakte constructie van zwart plastic met daarnaast een waterton waaronder een vuurtje wordt gestookt. En zolang er vuur onder het watervat is, kan er warm gedoucht worden. En na al het werken in de vrije natuur, ja, dan kan het lampje wel even uitgaan. Het Vrij Buitenkamp duurt nog tot en met zaterdag. Voor meer informatie over deze vrijwilligersvakanties, kijkt u op www.hetvrijbuiten.nl.